Radio 2, West-Vlaanderen. Start je dag met Nico Blondrok en Geert Nasens. Geert, een goedemorgen. Ja, het is alweer zacht, er is geen nieuws natuurlijk, maar het regent zo'n beetje overal, denk ik, in de provincie. En ik heb een probleem, Geert. Ja, dat weet ik, Nico. Ja. Allee, ik heb een paar problemen. Nee, maar een van mijn problemen is dat Doreen meldt dat er al een week een Fries eend in haar tuin zit. En hij blijft daar gewoon zitten. Zou het kunnen dat hij op de winter wacht? Ben je op de hoogte van Fries eenden en winterse toestanden en zo? Of? Nee, de vraag is wat er een Fries eend? Ja. Ja, zo'n eend die anders in de diepvries belandt, vermoed ik. Alleen ik weet er niet, een Fries eend, een eend. En er zit een eend in de tuin. Wat is een Fries eend? Weet ik veel wat een Fries eend is. Ja, een Fries gans, dat kan ik. Maar een Fries eend, daar moet ze misschien eens een foto van doorsturen. Misschien is het wel gewoon een gewone eend. Dat zou ook wel kunnen. Enfin, niet moeilijk doen, Geert. Ja, maar ja. Ja, goed. Dus moeten we dus iets meer informatie hebben over dat beest, wat het precies is. Oké, bij deze, Doreen, zet er een foto bij of vermeld eens wat het is. En dan kunnen we met kennis van zaken zeggen wat het is en wat het zou kunnen zijn met dat beest. Ja, wat voor jij vandaag, Geert? Radio 2, West-Vlaanderen. Start je dag met Nico Blondrok en Geert Nasens. Goedemorgen, Geert. Goedemorgen, Nico. Geert, ik heb een vraagje voor jou. Ja. Ja, hoeveel regendruppels kunnen er in een lege pluviometer van 35 mm, weet je dat? Nee. Eentje, nee, Geert, anders is het niet meer leeg, hè? goed, ja, die kwam van Wart. Geert, vertel eens, wat voor weer wordt het vandaag? Enkele afgevaardigden van de Europese Commissie kwamen het project vandaag bekijken. De schapen zullen tot het voorjaar grazen in 't Swin. Als de bloemen beginnen te bloeien, moeten ze weg, want ze mogen de bloemen niet opeten. Is het grappig, Sophie Blanken? Dat is grappig dat de bloemen zouden opeten. Vannacht overwegend droog. Temperatuur rond 3 graden. Morgen halen we 7 graden. Het gaat vrij krachtig waaien en het zal regenen in de loop van de namiddag. Het gaat traag richting Kortrijk op de E17 tussen Aalbeek en Rekhem. Daar wordt gewerkt. En de politie meldt dat er een stuk metaal ligt op de E17 naar Frankrijk, ter hoogte van Kortrijk-Zuid. Stop maar met lachen, hè, Sophie? Ja. Radio 2, West-Vlaanderen. Start je dag met Herbert Verhagen en Geert Nasens. Goedemorgen. Ja, David Tegenhouw, zeg het eens. Geert. Ja? Ja, ook Herbert daar opeens in komt. Ik heb er ook geen flauw idee van, maar het is wel degelijk Nico. Hé, hey, goedemorgen. Vertel eens, wat brengt het weer vandaag, Herbert Verhagen? Nico Blok. Ik kan je eerst de vraag beantwoorden, Nico. Ja, zeg het eens, zeg het eens. Je hebt gewoon de jingle van vorige week laten staan. Ja, dat denk ik. Het zal erop neerkomen natuurlijk. Juist. Zeg, vanmorgen veel regen, vertelde ik net. Maar nu is het een beetje gekikt. Het is 13 voor geworden. Zou het de juiste zijn? We gaan het gewoon eens proberen. Radio 2, West-Vlaanderen. Start je dag met Nico Blondrok en Geert Nasens. Geert, ik ben weer gewoon mezelf, zie. Ja, ik weet niet wie ik nu het liefst had. Moet ik even over nadenken? Ja, vooral niet lang over nadenken. Ja. Geert, nat nog altijd zie ik als ik naar buiten kijk. En ik zie de druppeltjes vallen in de lichten van de auto's die passeren. Gelukkig dat ze naar beneden vallen, stel je voor. Stel je voor dat ze naar boven zouden gaan. Hè? Dat zou niet goed zijn. Nee. Maar vertel eens, regen? Het is nat, regen. Lang, lang, lang geleden dat we dat nog eens hoorden bij Radio 2. Radio 2, West-Vlaanderen. Start je dag met Nico Blondrok en Geert Nasens. See me feel you was nog zo'n mooie hit van hen. Hè? Misschien komt dat binnenkort wel eens. Geert, goedemorgen. Goedemorgen, Nico. Ja, ik was wat aan de dag dromen. Dat is, Geert, ik zie een mooie, mooie, mooie ochtend. En ik lees en ik hoor van mensen. Ik zie hier korte broeken rondlopen. En ik zie luchtigheid. Ik voel de zomer. Ik ruik de lente. Vertel eens. De rare dingen die je zegt, Nico. Ik zou gaan denken, heb je ergens aangezeten of zo? Die verzachte paddenstoel, nee. Ja. Maar die zijn er nu niet. Allee, vertel. Wel, het wordt een mooie dag. Nou, dank u, ja. Een zomerse dag. Ja, maar kijk, Nico, je brengt me volledig van de kaart met al je onnozel gedoe van 's morgens vroeg. Laat ons gewoon misschien 2 minuten lachen. Nee, wordt een mooie zomerse dag. Ja. Radio 2, West-Vlaanderen. Start je dag met Nico Blondrok en Geert Nasens. Geert, goedemorgen. Goedemorgen, Nico. Ben jij supporter trouwens voor die Rode Duivels? Nico, ik heb alle dagen 1 duivel die mij lastig valt, 6:15 en 7:15. En geloof mij, daar heb ik de handen vol mee. Dat is meer dan genoeg, vermoed ik. Hè? Meer dan genoeg. Oké. Zeg, en die duivel die gaat jou nu eens vragen wat het wordt vandaag. Het wordt bewolkt, vermoed ik, want het is bewolkt. Het blijft bewolkt. Hè? Ja, en wat zei ik gisteren?
Het is een saai weerbericht. We moeten er iets aan doen. En toen zei jij... Ja, pittige vragen, Herbert. Okay. Waar zijn ze? Ah, wel, ik laat mij assisteren. Ben je er klaar voor? Helemaal, helemaal. Hey Geert, ik ben Hopma Rijtje en ik heb een vraag voor jou. In welke mate heeft de temperatuur buiten een invloed op jouw liefdesleven? Oei, 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 oei. Allee, kom. Man, dat is meteen een binnenkomer. Ja, kijk, laat ons zeggen, Herbert... Ik denk, zoals iedere man, dat ik toch wel graag warm weer zie. Al was het maar voor al die korte rokjes buiten. Dankjewel en tot morgen. Maar Nico, ik zie op de satellietfoto's dat er boven de Noordzee in onze aanvoerrichting toch een vrij groot gat zit. Aha. Dus, ja, en dat wil dus zeggen dat er toch in de loop van de dag ook ruimte zal zijn voor een aantal opklaringen. En als dat gat kan behouden blijven, ja, dan zou dat wel best eens een flinke opklaring kunnen zijn die straks onze kant op komt. Die ligt nu nog ongeveer een 40, 50 kilometer buiten de kust, hoor, die opklaring. Maar die schuift in die noordelijke stroming wel degelijk mee. En zoals het er nu naar uitziet, zou die wel eens ook onze kust kunnen gaan bereiken straks later in de ochtend. Dus ja, we leven op hoop dat we toch een periode met wat meer zon te zien krijgen. Maar ik ben al blij dat je dat gat hebt gevonden daar op de zee. Dat is dan ja, als het is om een gat te vinden, dan ben ik erbij. Dag Geert, tot vanmiddag. Ja. Geert, goedemiddag. Goedemiddag, Herbert. Ik ben begonnen met jou, vanmorgen heel vroeg, met slap lach. Ach zo. Weet je waarom? Nee. Ik heb een stukje eruit, wacht. Hè. Ja, als het is om een gat te vinden, dan ben ik erbij. Dat waren jouw woorden. En, maar gat... dat is een beetje uit zijn context getrokken. Ja, maar hè, nee, hè. Kwart over zes ja, zie je geen gat. Hè. Kwart over zeven zie je ineens een gat. Ja, maar dan moet je erbij zeggen dat het in de wolkenlaag was. Want anders gaan de mensen een heel raar idee krijgen. Ja, maar het waren toch jouw woorden, hè. Ineens was dat gat daar. Ja, maar kijk, dan kom je tot situaties waarbij ze zeggen... Ja, kijk, je hebt dat gezegd, ja, inderdaad. Maar er kwam een heel stuk voor en nog een heel stuk achter. Dat moet je er dan ook bij laten horen, Herbert. Mm-hmm. Maar toch... Een opvallende weersverbetering vind ik persoonlijk.